Hallo, ik ben Pek Kropper en ik ga je in dit filmpje laten zien hoe je gewasperceel kan splitsen of opdelen in 2 of 3 stukken. Je klikt daarvoor eerst op het schaartje. We delen het perceel eerst op in 2 delen. Daarvoor begin je met de stip buiten het perceel door te klikken met de muis. Vervolgens maak je 1 of meerdere vervolgpunten. Als ik het perceel in 2 zou willen splitsen, zou ik dubbelklikken met de muis nu om af te sluiten. Ik zet nu extra punten omdat ik het gewasperceel in 3 ga verdelen. Het laatste punt sluit ik af met een dubbelklik buiten het perceel. Nu heb ik van 1 3 gewaspercelen gemaakt. Ik kan deze gewaspercelen nu een naam geven en opslaan.